Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag maak ik een filmpje over hoe je dit paaskonijn kunt maken. Nou, wat heb je nodig? Papier, een stift, schaar en lijm. Nou, hoe gaan we beginnen? Ik heb ervoor gekozen om de paashaas bruin te maken. Je kunt zelf natuurlijk een ander kleurtje kiezen. Ik heb nu eerst alle bruine onderdelen die we nodig hebben getekend op een blad. Een hoofd, een oor, een hangoor. Poten, de handjes zeg maar, de nek en de armen en de benen. En die gaan we nu uitknippen. Oké, ik heb alle bruine onderdelen uitgeknipt. Dan ga ik vast een paar dingen aan elkaar plakken. Ik pak als eerste het hoofd van de paashaas. Dan plak ik zijn oren er vast op. En ook zijn nek plak ik er vast onder. Anders ben ik straks allemaal losse stukjes kwijt en dan kan ik opnieuw beginnen. Zo, die leg ik even aan de kant, want die heb ik nu even niet nodig. Dan pak ik zijn poten. En de benen. Die ga ik ook vastlijmen. Zo, en die draai ik straks om, zodat je de lijm niet ziet. Leg ik ook even aan de kant. Nou, dan plak ik de handjes ook vast aan de armpjes vast. Zo, dan hebben we in elk geval deze stukken vast aan elkaar gelijmd. Ik had er net eentje met een broek, dus ik vind het leuk om nu een met een jurk te maken, maar dat kun je ook zelf kiezen. Die gaan we ook even uitknippen. Als de jurk uitgeknipt is, kun je die bij de rest van de paashaas leggen wat al geplakt is. Voor zijn shirt hoef je maar een klein stukje, want de rest valt achter het pakje. Die gaan we dus ook weer uitknippen. Ik ga nu het jurkje en het shirt aan elkaar maken. Ik doe wat lijm op het jurkje. En dan plak ik hem op het shirt. Zo. Dan plak ik vervolgens ook vast de delen van de paashaas eraan. En nog een arm. En de benen met lekkere grote poten. Nu nog het hoofd. Het hoofd is vrij groot. Die kun je natuurlijk zelf ook voor kiezen om kleiner te maken. Maar ik vond dat leuk. Zo, die plakken we eraan. En dan kun je dit weer even aan de kant leggen. Vervolgens om de haas zelf af te maken, knip je het roze van de oren, de ogen en de neus. Eigenlijk is de neus super makkelijk, je knipt gewoon een hartje.
Deze dingen gaan we nu ook opplakken op het konijn. Paashaas. Zo, die plak ik altijd daar, omdat dat oor schuin is. Je mag natuurlijk zelf weten of je een schuin oor maakt. Hè. Je kunt het ook gewoon rechte oren maken. En dan maak ik eerst nog eventjes een pupilletje in de ogen van het... En dan plak ik de ogen op. En een neus. Nou, en dan teken ik met stift zijn mond. En snorharen. Dat kan je natuurlijk ook gewoon ergens mee plakken. Maar ik kies er nu voor om ze te tekenen. Nou, dan heb ik hier nog een stukje gras geknipt. Dat kun je gewoon zelf doen hoe jij dat leuk vindt. Die plak ik onderaan de poten van het konijn. Als je dat stom vindt, dan doe je het lekker niet. Maakt mij niet uit. Maar dat had ik bij die andere ook gedaan. Dus ik vond dat leuk. Tot slot heb ik nog twee eieren geknipt. Die kleur ik nog even leuk, zodat het paaseieren worden. Kun je natuurlijk ook zelf versieren hoe jij dat wilt, hè. Ik hoef natuurlijk niet per se mijn voorbeeld na te maken. Ik geef alleen een idee. Ik doe dit nu even snel, hè, voor het filmpje. Je kan het zelf natuurlijk veel mooier doen. Maar anders duurt dit filmpje echt een eeuw. En de stift is ook bijna leeg. Geeft niet. Nou, een beetje lijm erop. En dan plak ik hem achter het gras. Het is natuurlijk wel een paashaas. En die heeft eieren. Nou, pak ik even de grote stift voor het andere ei, omdat mijn stift op is. Maar dit kun je natuurlijk zelf doen zoals je wilt, hè. Dat vind ik leuk. Daar doe ik ook weer lijm op. Die plak ik aan de andere kant. Nou, dan is je paashaas klaar. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie je gauw bij een andere video terug. Doei!